Ja, Henk, gefeliciteerd met de 1-1, want dat moet ik wel zeggen als hij zo laat valt. Ja, op het moment dat hij zo laat valt, wel ja. Het heeft zelfs er nog ingezeten met de mogelijkheid van Zelderus daarna de 2-1 te maken. Maar als ik eerlijk ben, dan zou dat onverdiend zijn geweest. Was de 1-1 dan wel verdiend? Ja, die vond ik wel verdiend. Met name doordat het moment dat wij de wissels brengen, er toch nieuwe elan in kwam, meer energie in kwam. En dat is eigenlijk hetgeen wat er in de beginfase van de eerste helft aan ontbrak. Aan de kant van Kozakken Boys nu wel wat commotie natuurlijk, omdat er een speler geblesseerd op het veld lag. Wat is jouw mening daarover? Hij scheidsrechter bepaalt. En op het moment dat het een hoofdblessure is, dan bepaalt hij al vrij snel dat het afgefloten moet worden. Daar was naar mijn mening op dat moment geen sprake van. En voor de rest heb ik me vooral gericht op hetgeen wat erna komt. En daar komt een doelpunt uit. Dus ja, daar zijn we heel tevreden mee. Was jij verrast voor de wijze waarop Kozakken Boys aan deze wedstrijd begon? Hartstikke fel. Nee, daar ben je niet verrast over. Omdat dit is een van de laatste strohalmen om degradatie te ontlopen. Of degradatiewedstrijden te ontlopen. En dan is het logisch dat ze hier proberen de zaak dicht te houden. En 3 punten mee te nemen. Is dat ook het verschil tussen een ploeg die echt moet en een ploeg die eigenlijk mag? Jouw ploeg? Nou ja, wij willen. En wij konden vandaag vooral in de eerste helft niet zo goed. En dat kwam met name doordat we aan de bal veel te makkelijk balverlies leden op cruciale momenten. Dat zag je ook bij het tegendoelpunt. En de slordigheid was gewoon troef. En nu was de moeilijkheidsfactor ook wel groot, omdat zij goed georganiseerd stonden, heel compact en dicht bij elkaar. En dat waren wij niet in staat om dat op een goede manier stuk te spelen. Heb je daar wel een verklaring voor? Ja, de slordigheid, de onnauwkeurigheid. En dat heeft mede te maken met de manier waarop aan die wedstrijd zijn begonnen. Ja, dat is, daar bekijk je heel kritisch. Ja, kijk, je wint weer een paar wedstrijden achter elkaar. En dan weet je dat er altijd wat makkelijker gaat worden. En dat probeer je altijd te voorkomen. Maar soms is het niet te voorkomen. En dat zie je zeker in die wedstrijd van vanmiddag. Dat we niet op een goede manier aan die wedstrijd zijn gestart. En zelfs in de beginfase al een keertje goed wegkomen. Ten slotte, je hebt nog alle kans voor die tweede plek. Wel gunstig dat de uitslagen op de andere velden in het voordeel ook van Rijnsburgse Boys ook zijn. Ja, we zijn niet de enige die wel eens verliezen. Dus ook de concurrenten verliezen wel eens punten. Dus wat dat betreft is het niet zo gek dat wij punten verliezen. Ja, zelfs Katwijk heeft verloren, heb ik net gezien. Dus die moeten het kampioenschap nog even uitstellen. Maar voor ons is het zaak om nog zoveel mogelijk punten te peuren uit de resterende 3 wedstrijden. Succes ermee. Dankjewel.